We zijn geen eiland en dat betekent dat je dus niet kunt zeggen van mensen kunnen hier niet naartoe komen. Dat kunnen ze. En als ze hier zijn, dan moet je opvang bieden. Kijk, als je 72% van 10 mensen binnenlaat, is het probleem best te overzien. Maar die aantallen zijn natuurlijk heel erg groot. En ja, de mensen zeggen het zelf. Ze komen hier naartoe omdat ze hier de voorzieningen gewoon het best zijn. En ik heb nieuws van de Burg. Hongarije is ook geen eiland. En daar gaan de mensen niet naartoe. En waarom niet? Omdat daar geen voorzieningen zijn voor die mensen. In Polen en Hongarije komt niemand binnen. Denemarken heeft hele strenge regels opgesteld. Ook EU die heeft een op-out bedongen. We zijn de grootste betaler in Brussel. Dus als je iets wil en je bent de grootste betaler, dan kan je dat voor elkaar krijgen. Maar dan moet je de politieke wil hebben. En dat ontbreekt in Nederland volledig. Ervaren jullie in Utrecht nou ook overlast van asielzoekers? Nou ja, de echte opvangcentra sturen ze in het land, hè, Ter Apel. En er komt een nieuw centrum bij, nog noordelijker. Dus de echte grote problemen van die mensen, die verschuift het kabinet vooral de provincie in. Hè. Ze zijn niet alleen in oorlog met de boeren, maar ze gooien ook dit soort problemen over de schutting in de provincie. Er zal geen aanmeldcentrum in Benoorden-Hout komen of in Amsterdam-Zuid. Dus ja, het is lekker ver van hun bed. En dat is denk ik symptomatisch voor de politiek in Nederland, die in zijn eigen Haagse bubbel leeft en geen idee heeft wat er in het land gebeurt. Ja. Maar dat is de rode draad wat mij betreft ook in de carrière van Rutte. Hè. Die Rutte op sociale zaken was die staatssecretaris en toen heeft hij de sociale voorzieningen bij de gemeente over de schutting gegooid met een bezuiniging erachteraan. En hij doet dat met stikstof, dat gooit hij over de schutting bij de provincie. En zo'n tal van thema's en de grote problemen gooit hij bij lagere overheden neer. Waarom? Dan hebben die ministers geen verantwoordelijkheid en kunnen ze blijven zitten als het misloopt, want dan heeft een wethouder of een gedeputeerde dat gedaan. Ja. Maar ja, de gemeente laat het ook gebeuren. Hè? Veel gemeentepolitici gedragen zich eigenlijk als junior politici in een grotere. Hè? De democratie is dood. Ja. Nou ja, in zekere zin wel. Ja.